Laten we eens kijken hoe je van tocht afkomt, hoe je een bevroren slot opent en een gezellig verwarmingskussen maakt van een knuffel. Vandaag delen we een hele reeks winterse lifehacks en trucs die je niet zullen laten bevriezen, maar deze winter helder en interessant zullen maken. Sesam, open nu! Maar het mechanisme van het slot is koud en wil je niet binnenlaten. Voor een situatie als deze zou het goed zijn om een aansteker bij je te hebben. Verwarm de sleutel boven het vuur. Steek hem nu in het sleutelgat. Het slot ontdooit en de deur gaat open. Eindelijk! Het is zo warm en gezellig thuis! Om geen puinhoop te laten maken van je winterschoen in de gang, kun je onze volgende lifehack gebruiken. Je hebt 2 lege Pringles blikjes nodig. We stoppen ze aan de bovenkant van je laarzen. Rits dicht. Klaar! De laarzen staan en de bovenkanten raken niet versleten. Wollen dingen blijven niet in vorm nadat ze een tijdje gedragen zijn. Vroeg of laat vormen ze van die kleine vervelende bolletjes. Met behulp van het mesje van een Stanley-mes en een kam komen we er vanaf. Gebruik een lijmpistool om het mesje van de tanden van de kam te bevestigen. Draai het mesje van de kam naar beneden en kam door de kleren. Het scherpe blad snijdt de bollen gemakkelijk af. En de trui is weer zo goed als nieuw. Handen hebben het meeste te lijden van de kou. De huid wordt droog en geïrriteerd en kan zelfs gaan jeuken. Als er geen lotion in de buurt is, kan lippenbalsem de uitkomst bieden. Wrijf wat lippenbalsem uit. Wrijf het in je huid. De formule van de balsem herstelt de droge huid en je handen krijgen hun oude zachtheid terug. Deze rubberen warmwaterkruik is al lang niet meer mooi en je wilt er niet meer mee knuffelen. Er is een eenvoudige lifehack. Je hebt een oude knuffel nodig. Knip de achternaad door. Haal de vulling eruit. Plaats de warmwaterkruik en zorg ervoor dat de hals omhoog staat. Naai de stof vast. Sluit de hoofdsnede met een stukje klittenband. Vul de warmwaterkruik met kokend water. Sluit het deksel goed af. Maak het klittenband vast. Ik heb het zo koud en er is niemand om het te verwarmen. Wat dacht je van een kat met een warme buik? Oh, wauw, daar krijg je het echt warm van. Op zulke momenten begin je katten te begrijpen. Als je het warm hebt, wil je meteen spinnen. Waait er een gevaarlijke tocht door je huis? Het laatste wat ik nodig heb is een verkoudheid. We moeten het zo snel mogelijk repareren. Je hebt een kartonnen koker nodig van papieren handdoeken. Lijm ze in paren. Gebruik afplaktape. Vervolgens heb je een oude nylon panty nodig. Knip het been bij. Plaats de pijpjes erin. Zet de randen vast met knopen. Schuif het vaartuig onder een deur. Nu kan geen tochtje meer bang maken. Zit je bij de warmste radiator en tril je nog steeds van de kou? Ik vraag me af waar al die warme lucht heen gaat. Voor deze lifehack heb je een rol aluminiumfolie nodig. Pak een stukje van de lengte die je wilt. Knip het af. Bevestig de rand van het folie op de vensterbank en plaats deze tussen de muur en de ruimteverwarmer. Het oppervlak van de folie reflecteert de warme lucht in plaats van deze de koude muur te laten verwarmen. Min 1 energieverlies plus een paar graden voor de temperatuur in je kamer. Dat lijkt er meer op. In de winter is het heel gemakkelijk om niet alleen te bevriezen, maar ook om ziek te worden. Om te voorkomen dat je verkouden wordt, heb je een gezellig glas nodig voor glühwein en frambozenjam. Doe een lepel jam in het glas. Vul het glas met kokend water. Roer het om. Voeg een paar hele frambozen toe. Neem een sinaasappel en een citroen. Snij ze in ringen. Doe de sinaasappel en citroenschijfjes in het drankje. Versier het glas met een schijfje citroen om het helderder te maken. Een nuttig vitaminedrankje is klaar. Eet veel fruit en je wordt niet verkouden.
vaak heb jij je telefoon al laten vallen? Gewoon omdat hij uit je handschoen gleed. Gelukkig eindigde de val niet met een gebroken scherm. Onze volgende lifehack om je telefoon te beschermen tegen vallen en beschadigingen zal verhelpen. Je hebt een elastiekje en wat klittenband nodig. Keer je zakken binnenste buiten en naai de rand van het elastiek aan de voering. Naai het klittenband aan het elastiek. Haal het hoesje van de telefoon. Maak het tweede deel van het klittenband eraan vast met het lijmpistool. Je winterverzekering is klaar. Als je wilt, kun je de telefoon losmaken van de bescherming en hem gewoon gebruiken. Zelfs als je hem per ongeluk uit je handen laat vallen, zal er niets mee gebeuren. Een harnas van elastiekjes houdt hem in de lucht en hij blijft veilig en gezond. Voor een andere winter lifehack heb je een hoepel en een dun stuk schuimrubber nodig. Met behulp van een lijmpistool bevestig je het schuimrubber op de plastic hoepel. Neem een gouden veter en versier de zachte schuimlaag. Vervolgens heb je een stof met kleurveranderende pailletten nodig. Knip er twee cirkels uit. Trek de rand van de stof op de naald. Vul het met polyestervulling en trek de draad aan. Doe hetzelfde met de tweede ronde stof. Maak de glanzende oren vast aan de hoepel. Gebruik hete lijm. Zachte koptelefoons zijn klaar. Ze verwarmen niet alleen je oren, maar glinsteren ook prachtig in de zon. Zo geweldig! Laten we je eens vertellen wat er van een oude trui gemaakt kan worden. Knip de mouwen eraf. Omtrek de palm van je hand en leg hem in deze positie. Knip het uit. Naai de randen. Keer het binnenste buiten en versier het met een kraal. Het resultaat zijn hele leuke wanten. Ziet er best stijlvol en romantisch uit. Je kunt je handen ook verwarmen met een oude sjaal. Het is heel eenvoudig. Het enige wat je nodig hebt is een draad en een naald. Zonder randen met de hand. Een sjaal met een gezellige zakje is klaar. Nu zal de sjaal niet alleen je nek verwarmen, maar ook je bevroren handen. Zacht en warm! De belangrijkste deelnemer van de volgende lifehack is een smakelijke en rijpe banaan. Bel hem, je kan het vruchtvlees eten. We zullen alleen de bananenschil gebruiken. Knip een stukje van de schil af met een schaar. Wrijf het over je leren schoenen. Je schoenen zijn glanzend geworden en zien er bijna als nieuw uit. Allemaal dankzij het biologische bananenpoetsen. En voor de volgende lifehack heb je huishoudfolie nodig. Knip een stuk folie af van de grootte die je nodig hebt. Wikkel er een laars in. De folie plakt en blijft op de schoen zitten als een tweede huid. Als het buiten regent, hoef je je schoenen niet vuil te maken. Plassen en smeltwater zijn niet langer een probleem, want we hebben een modieuze anti-vuilbescherming. Nadat je op je bestemming bent aangekomen, verwijder je het folie van de laarzen en voilà! De schoenen zijn weer net zo goed als altijd. Voor de volgende lifehack heb je een stuk folieisolatie en vilt nodig. Gebruik brede, dubbelzijdige tape. Bevestig de stroken tape aan de isolatie. Lijm het vilt vast. Teken je voet af op de isolatie. Knip het uit langs de omtrek. Maak er ook een binnenzool voor de andere voet. Plaats de inlegzooltjes van isolatie in je schoenen. Je benen hoeven nu niet meer bang te zijn voor de kou. Hoe kun je vechten tegen vuil in de gang? In de winter stroomt er een hele Atlantische plas uit je schoenen. Je hebt gewoon een plastic bak nodig. Vul het met steentjes van gemiddelde grootte. Zet het bakje bij de deuropening en stap over de drempel op de steentjes. Laat de schoenen op de stenen staan totdat ze droog zijn. En de vloer blijft schoon en droog. Vond je onze lifehacks om aan de kou te ontsnappen leuk? Schrijf in de reacties onder de video welke jij deze winter gaat proberen. En vergeet niet om deze video te liken en je te abonneren op dit kanaal.
klik op het belletje, zodat je de meest ongelofelijke lifehacks van TroomTroom niet mist.